We gaan de crème maken. En om die crème te maken, gaan we eerst een suikersiroop maken. En die bestaat uit een kilo suiker. En die gaan we opkoken met 600 cc water. Daarin gaat kaneel. Wij gebruiken deze prachtige Ceylon kaneel uit Sri Lanka. Ceylon is de vroegere naam van Sri Lanka. Daar komt de beste kaneel vandaan. Mooie frisse geuren, frisse smaken, citrustonen. Kaneel is eigenlijk niets meer en niets minder dan de opgerolde binnenbast van de kaneelboom. Dus dat gaat erbij. En we gaan het mooi fijn maken. Dat kan dus met deze kaneel. Zodat hij zijn smaken goed kan afgeven aan de suikersiroop. En straks gaan we alles opkoken met elkaar. De smaken laten intrekken en dan zeven we hem weer. Wat ik nu ruik, dat is gewoon fenomenaal mooi van geur en smaak. Dan gaan we naar de hand van Boeddha. Het is een citrusvrucht uit Azië, oorspronkelijk uit Nepal. Dat is een citrusvrucht zonder vruchtvlees. Maar waar het om gaat is de schil. Daar zit de etherische olie en die geven de geur en de smaak van de vrucht af. En in Azië wordt het veel gebruikt om in een kledingkast op te hangen, zodat het een frisse geur afgeeft of in bepaalde ruimtes. Wij willen juist de smaak en de geur en het parfum uit de schil. En we halen er een dun schil eroverheen. En er gaat op ons recept gaat er één hand van Boeddha in. Stel dat je dit met citroen wil doen, wat ook uiteindelijk super lekker is. Dan gebruik je de schillen van 2 citroenen. Biologisch, dus dat is niet behandeld met bestrijdingsmiddelen. Het leuke om even te laten zien is hoe zo'n vrucht er dan van binnen uitziet. Kijk, zo ziet het er van binnen uit. Gewoon wit, geen vruchtvlees, maar waar het om gaat, dat hebben we er eigenlijk net afgeschraapt, dat is die schil. Goed, dit gaan we samen opkoken. Dat mag gewoon vlot op hoog vuur, wel even roeren. Doe je dat niet, dan begint die eigenlijk aan de onderkant al gelijk te karamelliseren en dat is nou net wat we niet willen. Een Portugees maakt deze crème met de schil van citroen, maar een goede vriend van ons in Portugal, die verbouwt bijzondere vruchten van over de hele wereld. En hij gaf mij een keer een hand van Boeddha. En op dat moment dat hij het mij gaf, wist ik gelijk van deze vrucht, die ga ik gebruiken voor mijn pastéis de nata. En zo geef ik toch mijn eigen twist aan die Portugese klassieker en maak ik het heel eigen. Nu is het eigenlijk heel simpel. Wat we gaan doen is deze siroop aan de kook brengen. Als je even met me meekijkt, zie je dat nu precies gebeuren. Ik roer zodat de suiker op de bodem niet karamelliseert. Ik kook het op, niet lang. Het gaat erom dat de suiker oplost. Vervolgens, nu kan ik het vuur lager draaien. Ik laat hem ongeveer een minuut doorkoken. Dat kan gewoon zachtjes. En ik zet hem aan de kant, zodat de schillen uit de hand van Boeddha en de kaneel rustig over kunnen gaan in de suikersiroop. We hebben een minuut lang doorgekookt, we zetten hem aan de kant. En ik heb hier vast een pan met een zeef klaarstaan, want we gaan hem zo meteen zeven. Ondertussen gaan we naar de andere pan. En daar zeven we 250 gram bloem in de pan. En lossen daarin op 1 liter volle melk. Die gaat erbij. Goed mengen. Belangrijk is, kijk, in die randjes van die pan, daar gaat meestal iets bloem zitten. Zorg dat die overal de bloem goed opgelost is. En we gaan dit zo meteen op half vuur verwarmen. En dit wordt als het ware een dikke pap. Een dikke melkpap. En die halen we van het vuur af. Daaraan gaan we toevoegen in verschillende fases de gezeefde suikersiroop. En dat is de basis van de crème. De bloem en de melk zijn goed gemengd. Goed opgelost, geen klontjes. En we gaan dit nu verwarmen. Voordat ik het verwarm, zeef ik de suikersiroop. En de allerlaatste restjes uit de pan hebben we ook nodig om een kloppend recept te krijgen. Dus een pannenlikker heb je echt nodig. Zo. Dit ruikt nu al geweldig. Dan gaan we naar de melk met de bloem. En we gaan het op half hoog vuur verwarmen. Tot er een dikke pap ontstaat in de pan. Over de hele bodem blijven roeren. En dan zie je dit mengsel tot binding begint te komen, tot het een dikke pap begint te worden. Dus hij begint te binden, tot dit punt, dan kan het vuur uit, overal nog een keer goed over die bodem heen. Kijk, een dikke pap. En nu gaan we aan deze dikke pap onze suikersiroop toevoegen in
4 keer. En elke keer dat we nieuwe suikersiroop toevoegen, moet die weer eigenlijk helemaal mooi opgelost zijn. Kijk, de eerste keer is goed opgelost. Dan gaan we naar de tweede fase toe. En denk je nou, waarom kan dat niet in één keer? Heb ik ook gedacht toen ik ermee begon met te maken. Ik heb het ook wel eens een keer in één keer toegevoegd. En geloof me of niet, maar het lukte gewoon niet. De crème bakte niet mooi. Dus het moet echt in meerdere fases worden toegevoegd. Elke keer weer goed oplossen. Dit was de tweede fase. De derde. Ja, je gaat hier niet met een handmixer in zoals het bij moeder vroeger thuis ging. Het is gewoon ambachtelijk. Het is gewoon, dat moet gewoon met de hand gebeuren. Dat kan eigenlijk niet eens met een machine. Of met een mixer of met een staafmixer. Je moet gewoon die crème goed oplossen. En dat gaat gewoon het allerbeste met de hand. De hoekjes goed meenemen. Belangrijk. Niet dat dat daar nog... Kijk, we willen alles mee hebben. De laatste fase. Alles meenemen uit de pan. Pannen likken. Dit gaat overigens allemaal van het vuur af. Dus hij gaat niet meer op het vuur. Nou, mooie gladde crème. Ik ga nog even mijn hoekjes in de pan checken. Toch nog even een pannen likken. Kijk, er komt toch nog wat vanaf. Die hoekjes zijn heel belangrijk. Wat we hier nog aan moeten toevoegen is eidooier, eigeel, 20 stuks van medium grote eieren. Dat kan natuurlijk niet nu, want doordat de crème warm is, stolt mijn ei gelijk. Dus wat we gaan doen is, we gaan hem op ijswater zetten. Geforceerd, terugkoelen. Op ijswater. Je kan dit natuurlijk ook gewoon even in je koelkast zetten, afdekken natuurlijk, anders krijg je gelijk een vel. En rustig laten afkoelen. Maar ja... Ik vind het makkelijker om in één keer door te gaan met een recept en hem af te maken. Dus ik zet hem op ijswater en dan is hij binnen 2-3 minuten is hij crème koud en dan kan de eidooier erbij. Dan is hij dus, zeg maar, lauwwarm. Goed, de crème die is inmiddels afgekoeld. We kunnen hem uit het ijswater halen. En we kunnen er de ei eraan toevoegen. Ook hier weer alle eidooier. Dus goed uitschrapen. Dit roeren we los met elkaar. Er moet absoluut geen lucht in, dus je hoeft hem eigenlijk alleen maar goed te mengen, goed los te roeren. En nu hoeven we eigenlijk nog maar één ding te doen, dat is hem zeven. Om mogelijke klontjes, de allerlaatste klontjes, eruit te halen. Wat we dan overhouden is een prachtige gladde. Crème, klaar om in de pastel te doen. Mooi glad, mooi vol en rijk van smaak. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.